Hans en Bart, jullie gaven vanmiddag een masterclass. Waar ging het over? Het ging over hypes. En eigenlijk over hoe we hypes moeten zien in het hele beleid van IMW. En hoe we gewoon als academici aankijken tegen hypes. Noem eens een hype. Een hype zou kunnen zijn het automatisch rijden, het elektrisch rijden, mobility as a service. Allemaal dingen die bekend zijn op het departement. En de vraag is natuurlijk, is zo'n hype nou eigenlijk nuttig, nodig, gewenst? Of zouden we eigenlijk direct eens gewoon moeten gaan kijken naar realisering? En het beeld wat eruit kwam is, er zit wel nuttigheid in. Vind jij dat ook, Mark? De automatisch rijden is een hype die we volledig over ons heen hebben zien komen de afgelopen jaren. En ik heb zelf als wetenschapper in het middelpunt daarvan mogen staan. En mijn betoog is dat een hype nuttig is. Een hype kun je gebruiken, een hype kun je aangrijpen om kennis op te doen van datgene wat er gebeurt. Het is belangrijk om daarin je enthousiasme te onderkennen en te gebruiken. Maar tegelijkertijd ook objectief te blijven en onderzoek te doen. En te kijken waar zitten de verwachtingen die overspannen zijn en waar zitten de verwachtingen waar je echt iets mee kunt gaan doen. En dat geeft een perspectief tot verdere verbetering van je mobiliteitssysteem, ook met automatisch rijden. En hij is heel positief en ik zeg daarbij één ding. Kijk, zo'n hype is op zichzelf kunnen hypes. Het is een beetje een feel-good experience, noem ik het zelf. Maar wat belangrijk is dat die hypes natuurlijk niet gaan verduisteren wat er echt moet gebeuren. En als ik zie wat er nog aan klimaatopgaven gerealiseerd wordt, waar ik ook een aantal dingen over heb gezegd, wat nog moet gebeuren tussen 2030 en 2050, dan denk ik, zullen we daar eerst eens even heel hard met elkaar mee aan de slag gaan. Dat verkennen hoe dat eruit ziet. De slotdiscussie die wij met IMW gevoerd hebben, is de vraag, is IMW hype neutraal, is IMW hype positief of is IMW wellicht wel hype negatief? Daaruit kwamen allerlei verschillende reacties. Ook bij IMW is het zo, een hype overkomt je, je krijgt ermee te maken en je zult daar iets mee moeten doen. En het beeld was zeker niet unaniem. Klopt. Dankjewel.